Mieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 61, de vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag iets vertellen over omgaan met emoties en dan met name de 5-minuten-regel. Ik kreeg van de week de vraag van een van de mensen die ik in begeleiding heb. En zij gaf aan van ik ben de laatste tijd zo verdrietig. Ik kan om alles verdrietig zijn en dan ben ik de hele dag verdrietig. En hoewel ik altijd tegen mijn coachies zeg hoe belangrijk het is om emoties te uiten. Hè? Dus emotie is energie in motie. Dus energie wil geuit worden. Expressie is de druk eraf laten. Dus dat is belangrijk om je emoties te uiten. Maar het is natuurlijk helemaal niet fijn om een hele dag aan het huilen te zijn. En dat is ook niet nodig. Een primaire emotie duurt maximaal een paar minuten. Op het moment dat je langer in verdriet zit, dan is het je verhaal eromheen. Dan is het niet meer de primaire emotie die geuit wil worden. Maar dan ben je eigenlijk, om het zomaar te zeggen, een beetje in je drama aan het hangen. En dat wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus op het moment dat jij je focust op je verdriet, dan groeit eigenlijk dat verdriet. En dan ben je het alleen maar aan het opblazen en aan het groter maken. En daar wordt niemand heel gelukkig van. Dus hanteer dan de 5-minuten-regel. Op het moment dat je merkt dat er verdriet opkomt, pak je klokje erbij, kijk of je je telefoon bij de hand hebt en geef jezelf 5 minuten de tijd, maximaal, om even voluit te huilen. Dus als je verdrietig bent, dan is huilen de uitingsvorm. Ben je boos, dan ga je bijvoorbeeld even, leg je een paar kussens op je bed en dan ga je daar heel hard op slaan, zodat je jezelf niet verwondt, maar dat je wel even je boosheid eruit gooit. Of je gaat eventjes een stukje in de auto zitten en dan ga je heel hard schreeuwen en je boosheid eruit gooien. Maar uit die emotie. Maar na 5 minuten zet dan ook de knop om en leg je focus ergens anders op. En hoe doe je dat dan? Nou, wat bij mij bijvoorbeeld helpt, is om een vrolijk muziekje op te zetten en gewoon even lekker te gaan dansen. Of ga eens een stukje huppelen. Van huppelen word je namelijk heel blij. Dat klinkt gek. Mogelijk. Mogelijk klinkt dat gek. Maar kijk maar eens naar kleine kinderen. Die zijn lekker aan het huppelen. Van huppelen word je blij. Daar krijg je een licht en vrolijk gevoel van. Wat het voor jou ook is, doe iets waar je blij van wordt. Dus zet een lekker muziekje op. Of ga mediteren. Of whatever. Maar doe iets om die knop weer om te zetten. En soms hoor ik dan mensen zeggen, ja, maar ik ben zo verdrietig. Ja, maar op het moment dat je daar maar de aandacht op blijft richten, dan blijf je er ook in hangen. Dus op het moment dat je je gedachten even afleidt daarvan en gewoon op iets anders focust, dan kun je daar zelf een shift mee maken. En wellicht lukt het de eerste keer niet, maar blijf gewoon oefenen, want oefening baart kunst. En het is dus niet nodig om een hele dag in je verdrietige of boze gevoel te hangen. Je kunt echt een shift maken. Nou, ik hoop dat deze video je een beetje handvatten heeft gegeven om je niet de hele dag rot te hoeven voelen. En mocht je er nog vragen over hebben, dan kun je natuurlijk altijd eventjes contact opnemen. Mocht je deze informatie interessant hebben gevonden, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van allerlei weetjes en feiten die relatie hebben met stress en burn-out. Ik wens je een hele fijne dag en tot een volgende video. Doei doei!